Kunt u aangeven hoe belangrijk de Dag van de Duurzaamheid en de voorleesactie is? Nou, wat natuurlijk belangrijk is, is dat we juist ook op scholen die ene dag in het jaar als een soort katalysator gebruiken om te zeggen, ga het gesprek met elkaar aan. En dat moet natuurlijk niet bij één dag blijven, maar zeker zo'n voorleesactie, daar kun je het gesprek mee aangaan. Je kunt het over woorden hebben, je kunt het over oplossingen hebben, je kunt het over dilemma's hebben. En ja, ik denk dat dat ontzettend goed werkt. Het moet wel steeds groter worden, dat we echt die beweging in gang brengen. Het is de vierde keer dat met kinderen in gesprek wordt gegaan nadat er voorgelezen is. Wat vindt u nou de mooiste wat u vandaag heeft gehoord van een kind? Nou, wat je ziet vandaag is dat ze hele mooie verbanden leggen tussen duurzaamheid. Dan denken wij grote mensen vaak aan groen. Maar de kinderen denken aan de manier waarop je je gedraagt. Sociaal, eerlijk, slimme systemen. Kinderen denken heel snel in goede verbanden. Maar ook, bijvoorbeeld vandaag denk ik wat een hele goede was, is wanneer je dingen doet. Dat zijn precies ook de debatten waar de grote mensen debatten over gaan. Dus bijvoorbeeld als we met z'n allen op hetzelfde moment allerlei energie gebruiken, dat is natuurlijk niet heel erg slim. Dus als we dat nou een beetje variëren, nou, dat soort dingen komen kinderen natuurlijk heel goed mee. En ik denk dat het heel mooi is dat ze slimme samenwerkingsverbanden zien. Oh, dan zeggen ze, dan moet je toch met die en die moeten dan gaan samenwerken. Dus, en het laatste is dat kinderen, die zeiden ook vandaag, als we nou kleine stappen nemen en dat heel veel keer doen, dan gaat het handiger en sneller dan wanneer je probeert meteen alles perfect te doen. Want dan gaat het niet, want het gaat uiteindelijk toch om mensen die het moeten doen. Nou, dit zijn echt de denkrichtingen waar we veel van kunnen leren van kinderen. Dus je bent positief gestemd voor de toekomst met deze kinderen? Nou ja, ik ben dankzij het werk met kinderen ben ik inderdaad positief gestemd. Ik heb ook wel een enorme drive en met mij heel veel anderen om te zeggen, deze manier van denken moeten ze dus ook leren vasthouden. Dat wil ook zeggen dat we de manier van lesgeven en het lesmateriaal ook daarop aan moeten passen. Dus we kunnen niet zeggen, we willen graag dat kinderen op deze manier met verbanden leren nadenken, dat ze dat vasthouden. En dan vervolgens dat ze dan in een lineaire wereld terechtkomen, want dat schuurt. Dus we moeten wel zorgen dat het allemaal goed op elkaar aansluit. En dit jaar is er een nieuw boek gemaakt, Nog Lang en Gelukkig, met speciale verhalen over duurzaamheid en geluk. Wat vindt u van het boek? Nou, wat heel interessant was, is inderdaad die combinatie tussen duurzaamheid en geluk. Dat er heel veel verschillende dimensies zijn. Het zijn allerlei verschillende verhalen. En juist ook, ik vroeg ook aan de kinderen, wat heeft duurzaamheid met geluk met elkaar te maken? En de ene die heeft het eigenlijk over welvaart, de andere heeft het over eerlijkheid, de andere heeft het over, ja, als we niet kunnen ademen, dan zijn we dus ook niet meer gelukkig. En de andere heeft het over de mensen ver weg in andere landen. Dus op die manier kun je eigenlijk zo'n thema heel dichtbij brengen, want iedereen heeft wel iets met geluk. Oké, dank je wel.